Ik denk dat eigenlijk iedereen wel geschrokken is van dat nieuws. Want weer een integriteitskwestie op dat huis. Jij ook geschrokken? Ja, tuurlijk. En ook hiervoor geldt weer. Het is natuurlijk ongelooflijk jammer dat je in zo'n grote crisis, waar we met elkaar balans en de coronacrisis, bezig moet zijn met integriteitsissues. Ja, maar het was natuurlijk niet helemaal nieuw, want de NRC had er al het een en ander over geschreven. Is dat dan iets voor jou als, ja, je bent collega van Revis. Ja. Is dat dan iets waar je hem dan nog op aanspreekt van, zoek dat uit of hoe zit dat? Of? Nou, we hebben het natuurlijk in het college hier met elkaar over gehad. Maar de burgemeester die heeft er wat over gezegd op het gebied van integriteit. En mijn collega Bruinest is verantwoordelijk voor het personeel van de gemeente. Revis, inderdaad, Boudewijn voor bouwzaken. Dus ja, er zijn zoveel collega's hier met elkaar bezig. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk als college gezamenlijk verantwoordelijk. Ja, het lastige is alleen, er wordt er gezegd natuurlijk vanuit het stadhuis van, ja, we zitten er bovenop. Alleen, je kunt bij dit soort zaken er natuurlijk niet in die zin bovenop zitten dat je het kunt voorkomen. Dat lijkt me het lastige. Ik bedoel, het is nog steeds mogelijk dat dit nog een keer voorkomt op het stadhuis. Ja, wat dan? Nou, waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. Dus inderdaad, overal waar mensen bezig zijn voor de goede zaak, in dit geval voor het gemeentelijk belang, kunnen natuurlijk fouten gemaakt worden. De vraag is hoe je daarmee omgaat, hoe je daar tegen optreedt als er fouten zijn gemaakt. Dat kunnen we aan deze burgemeester wel overlaten. En is dat ook nu nog iets, want jij bent nu wethouder natuurlijk van ook je eigen afdelingen binnen het stadhuis. Is dat dan ook iets waar je nu dan scherper op bent sinds deze kwestie? Of misschien ook de voorgaande kwesties met Hart voor Den Haag, Groep de Mos, wethouders? Ja, ik ben natuurlijk aangetreden na het vorige politieke drama, om het zo maar te zeggen, na het aftreden van Richard en Rachid. Dus ik ben me er heel goed van bewust, maar dat geldt ook voor de andere collega's, dat we inderdaad in een tijd leven waar integriteit ontzettend belangrijk is, waar we dat met elkaar ook tegen elkaar gezegd hebben, een nieuwe coalitieakkoord ook. Dus dat is iets, sowieso zit dat wel in mij, denk ik, als ik inderdaad met mensen werk, om elkaar ook scherp te houden op die integriteit. Maar als dat nog niet in me zat, dan is dat in ieder geval door de beginperiode er wel in gekomen.